Goedemorgen, maar weet u dat vlog hebt gekikt? Het is een nieuwe ochtend. Het is al later in de ochtend. Mede omdat ik natuurlijk 's ochtends niet echt kan vloggen. Ik heb de hele ochtend niet heel veel bijzonders gedaan eigenlijk. Het is me mislukt om vandaag vroeg op te staan. Sorry. Ja, ik moet eigenlijk gewoon sorry tegen mezelf zeggen, want het gaat natuurlijk wel nergens op. Ik maak een belofte met mezelf en ik kom mezelf niet eens na. Maar ik had vanmorgen echt koppijn. Ik weet niet waar het door kwam. Ik denk dat het gewoon komt omdat ik gisteren iets te weinig gedronken heb, denk ik. Dus ik ga nu lekker naar beneden. Ik ga nu lekker eten. Even drinken, koffietje erbij. En de dag gewoon starten. Ik moet nog wel even editen. Minimaal één video. Daar loop ik weer voor. Nou, daar loop ik niet voor. Dan loop ik weer op schema, zeg maar. Maar ik kan ook meer doen. En ik denk ook wel dat ik meer video's ga editen vandaag. Maar ik heb gewoon heel erg honger. Dus ik ga nu eerst eten. En dan komt de rest wel. Ik vind het zo jammer. Die wind van gisteren heeft er echt voor gezorgd dat alle bloesem van alle bladeren af is. Of alle bloesem van alle bomen af is gegaan. Dus nou liggen alle bladeren op de grond. En dan ziet er altijd best wel een beetje zielig uit of zo. Ja, moet je kijken. Gisteren filmde ik hier die boom nog. En nu ligt alles daar op de grond. Ja, best wel sneu eigenlijk. Hey, even anders op het normaal. Ik was van plan eigenlijk om gehaktbroodjes te maken. Ik dacht, misschien vind je dat leuk. Ik heb namelijk vorig jaar een Spaans cursus gevolgd van 10 weken. En mocht je trouwens op de achtergrond op mama horen, die zit nog aan het werk, dus vandaar. Maar ik heb 10 weken lang een Spaans cursus gevolgd en daar zat ook een kookcursus tussen. Toen hebben we gehaktbroodjes gemaakt. En dat zijn echt werkelijk de beste gehaktbroodjes ever. Dus ik ga samen met jullie nu die gehaktbroodjes maken. Bereid je voor. Wat we hiervoor nodig hebben. De link staat trouwens, van het recept staat onder in de beschrijving. Dus komt goed. Ik ga even de dingen pakken. Oké, ik heb eigenlijk praktisch alles gepakt. Het kan zijn dat dit dadelijk in een voice-over verder gaat. Want ons mama is zo klaar. En dan gaat ze hier weer kijken. Dus vandaar. We gaan beginnen. Ik heb trouwens even paneermeel, paprikapoeder, oregano, gehakt, 500 gram, 1 ei, 2 knoflookjes en deze is echt huge. Kijk dit even. Hallo. Maar ik hou van knoflook, dus dat komt erom. Er staat hier, even kijken, gezeefde tomaten. Dit waren de enige gezeefde tomaten die ik kon vinden. En je hebt eigenlijk 500 ml nodig. Nu zit er in eentje 300, dus ik doe altijd anderhalf ongeveer. Je hebt pepers nodig. Je hebt shallotjes nodig. Ik heb alleen een ui, dus we gaan het vandaag met een ui doen. En daar heb je er 2 van nodig. Ik gebruik nu 1 grote ui, want de shallotjes is natuurlijk ietsje kleiner. Verder heb je nog peterselie officieel nodig. Ik doe zonder, want het is alleen maar voor garnering. 1 eetlepel suiker, peper en zout. En that's it. Er staat hier in het recept een halve peper. Ik doe ook een halve peper, want hier in het gezin houden we niet echt zo van pittig en zo. Dus dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben, zover ik kan zien. Ik heb dit vaker gemaakt, dus het moet goed komen. Je moet wel een grote bak pakken, want het is echt wel een hele hoop. Dus komt goed. Hier komt de timelapse van mij alles bij elkaar mixen. Ik heb mijn handen gewassen trouwens van tevoren, dus dat even weten. Let niet op de rotzooi die je maakt, want daar ben ik ook wel heel goed in. Maar ik heb dus nu het gehakt en een ei samengevoegd. Vervolgens moet er dus paneermeel bij en alle, dus het is 5 eetlepels paneermeel, dus daarom. Dus dat doe ik erbij. Ik doe er vaak nog wel meer bij. Aangezien het nog wat dikkere structuur moet zijn. En ja, dat is het dus niet. En dan een knoflook, peperzout, paprikapoeder, oregano. En de helft van je peterselie doe ik dus niet. Want de andere helft heb je officieel nodig voor garnering. Maar ik vind zonder ook best wel lekker. Dus daarom doe ik het zonder.
nog steeds. Even kijken. Ja, er staat hier trouwens in het recept 2 tot 3 teentjes. Maar ja, ik heb dus 1 grote, dus ik doe gewoon 2 teentjes. En dat moet allemaal goed komen. Dit gaat trouwens niet een hele kookvideo worden. Ik laat jullie gewoon een paar timelapses zien volgens mij. Ik weet ook niet hoe ik het ga editen, dus het komt allemaal goed. Maar ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Ik hoop dat ik het zin heb. Mocht je trouwens daar een raar geluid horen, die kan ieder moment afsluiten, want ik heb net koffie gezet. Dus zie je daar door de timelapses heen ook koffie, mijn koffie drinken of een appelflap eten. Ik heb ook nog niet gegeten, dus vandaar. Zo. Dus ik voeg nu de grootste knoflookteen toe, zeg maar. Dan heb ik die grote in ieder geval gehad. Dan zit die er in ieder geval in. Dan kan er niks over gezucht worden nog thuis, want dan ziet niemand het. Dus vandaar. Even kijken. Ja. Er staat niet hoe die erin in moet, maar ik pers hem altijd gewoon. Dat is gewoon het handigste. Als je er trouwens in past. Hij past net. Hier trouwens een snufje van alles, dus ik doe gewoon ook een snufje van alles. Het ruikt al best lekker trouwens. La la la. Even kijken, oregano, paprikapoeder, peterselie heb ik niet. Ja, en dan staat hier als het mengsel nog te nat is, kan je een paneermiddel toevoegen. Dus daarom. Ik ga even nu nog een keer mijn handen wassen, want dan ga ik in mijn mengsel. Ik vind altijd een beetje vroeger als kinderen die gaan vingerverven of zo. Als je vroeger ging vingerverven, dan voelde dit ook precies hetzelfde. Die natte vingerverf aan je vingers. Lekker. Alles warm zit. Dus ik denk dat het vanaf nu overgaat op timer. Of op voor je. Het doet een beetje aanvoelen als een deeg zo. Als een beetje als deeg. Is nog niet goed. Een beetje erbij. Maakt niet zo uit. Ik kan trouwens niet heel veel koken. Dit is het enige wat ik lekker kan maken. Maar ik kan wel fatsoenlijk eten maken. Maar ik bak niet zo vaak of kook niet zo vaak eigenlijk. Dus. Ik had het eigenlijk gisteren maken. Maar ik stond iets te laat op. Want ik had me gisteren ook al een beetje soort van slapen. Dus. En het hier bij het zoeken van gisteren was ook een beetje lastig. Dus ja. Nu is het goed. Even zien. Zo hoort het eruit te zien, dus dan heb je het goed gedaan. Oké, okay, nu hebben we dus gebakt, gemengd. Dus ik ga nu balletjes maken. Dat doe ik gewoon in deze bak. Gewoon zoals gehaktballetjes zijn, kleine gehaktballetjes. Het moet een soort van snack zijn. Het is niet de bedoeling dat het avondeten is. Ja, het is wel avondeten, maar kleine balletjes zoals van die snackballetjes. In plaats van dat je van die grote gehaktballen hebt, zeg maar. Kan ook, maar daar heb je dan te weinig gehakt van. Dan zou ik meer gehakt gebruiken. Het ligt dat dus puur aan hoe groot je de balletjes maakt, hoeveel je er kan maken. Ik probeer wel altijd een even aantal te pakken. Dat is te verdelen onder de 4 hier. Dus daarom. Mocht je trouwens gezoom horen, dan zit hier een vlieg. Echt super irritant te doen. Dus sorry daarvoor. Ik heb trouwens nog niet verteld, maar dit gerecht is voor 4 tot 6 personen en duurt ongeveer 45 minuten voordat het gemaakt is. Ik heb ook helemaal geen intro gedaan of zo voor dit hele cursus gedoe-achtig iets. Maar ja, het is voor 4 tot 6 personen. Wij eten dus inderdaad met 4 van. En ik zou het wel met rijst serveren als je dat avondeten serveert. En anders zou ik het gewoon lekker als snack, tussen haakjes gezonde snack, oppakken. En je kan het dus zelfs zo pittig maken als je wil, want je kan het zelf ook pepers toevoegen. Ik doe daar maar een halve, maar je krijgt ze altijd per 2 verpakt waar ik ze haal. Dus vandaag. Dus we hebben altijd 1,5 over. En vaak raakt hij ook niet. Ik schrok, want er viel een blaadje van een boeket af. Heel idioot. Wees stil alsjeblieft. Dank je. La la la. Ik heb trouwens nooit een punt gekregen voor
de kookcursus. Het was ook geen kookcursus, het was gewoon een Spaanse les. Maar ik heb er nooit een punt voor gekregen. Ik ben wel goed beoordeeld omdat ik natuurlijk in praktisch iedere les aanwezig ben geweest. En omdat mijn eindassessment gewoon goed was, ik kreeg wel gewoon een goed. Ervoor. Geen idee hoe, want ik was echt slecht in Spaans. Maar ik had het wel gehaald. Dus ja, je hoeft niet overal goed in te zijn om het toch te kunnen halen. Blijkt maar weer eens. Hoeveel zit ik? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. 12, 11, ja, pas 12, 13. En je kan daar ook nog pepers en organen toevoegen aan de saus die je gaat maken. Ik weet het niet, ik heb nog geen peper en zout toegevoegd. Meestal maak ik altijd meer van die borreltjes dan dat ik nu doe. Want bij ons in het gezin raak ik echt zo snel op. Dus ik bedenk nu trouwens dat ik de laatste keer toen ik deze heb gemaakt, er een hele peper in heb gedaan. Niemand had het door. Dus. Mam, moet ik er een hele peper of een halve peper in doen? Ja, ik doe de pitjes sowieso niet, hè? Een halve dus. Jammer. Jammer dit weer. Kijk, jullie zo trouwens zien hoe perfect deze koffie is. Want deze koffie is echt geweldig. Deze komt uit dat apparaat. Ik heb gewoon een ingebouwde koffiezetapparaat. En ik heb laatst het karameltje erop gehaald. Dus we hebben nu karamel macchiato. Dus helemaal fantastisch. Ik vind het helemaal geweldig. Ik heb niet meer geteld. Ik weet niet hoeveel broodjes we hebben. Nee. Ja, goed zo. Oh, dat kan. Ja. Paprikapoeder. Oh, daar had wel peper en zout in moeten. Shit. Ik verpest mijn eigen recept. Mijn eigen jatte recept. Je moet beter lezen eigenlijk. Ik weet het best wel slecht. But it's fixable, dus it's gonna be okay. Je moet even tellen hoeveel we nu hebben. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 22, 24, 26, 27, we hebben er één. Overal een beetje bij, ik zag hier nog een kleintje, ja. Zie je, dan moet ik hier nog een beetje bij. Even kijken, hier hebben we nog een paar kleine. Ik moet echt toegeven dat ik ze vandaag wel... het mengsel ietsje natter heb gehouden normaal, maar zit echt mijn vinger onder de paniermeel en alles. Dat viel nu wel mee, dus ja. Ik sta onder druk, daarom maak ik het recept ietsje anders dan normaal. Nee, grapje. Het ruikt wel echt fantastisch lekker. Oké. Oké, ik heb even zout en peper toegevoegd, zodat ze allemaal toch een beetje peper krijgen. De ene keer heb ik meer peper dan nog, maar dat heb je altijd wel een beetje. Even kijken, kleinbordjes, verhitte oven, verhit, pan, bakken, 12 minuten, verhoog. Oké, dus ik moest hem 12 minuten bakken in de pan met olie of boter. Ik doe altijd met een beetje olie, dat is fijner. En nee, met een beetje boter, sorry, ik pak altijd met een beetje boter, want dat vind ik fijner. Dat spettert minder. En dan... moet ik ze bakken totdat ze allemaal een bruin korstje hebben. En dan moet ik ze 12 minuten bakken. En dan moet ik ze verder laten garen op laag vuur.
hoe imperfecter de grappeltjes trouwens zijn, hoe beter. Want dan weet je tenminste echt dat ze zelf gemaakt zijn. Vind ik persoonlijk. Het gaat nooit een impal en passen worden op mij. Ik heb er te veel gemaakt. Geen idee of dit gaat werken, maar zo goed. Oh ja, ik zou jullie trouwens mijn koffie laten zien. Kijk, deze koffie. Karamel, koffie en melk. Top. En dan eens wachten. In de tussentijd dat daar gehad deze vis, ga ik deze ui en deze peper versnipperen. Dat moet namelijk daarna in een pan. En aangezien dat toch een heel duur, kan ik het wel alvast doen. Dus daar krijg je een pan nog iets in. Ik heb het niet gehakt, gedraaid, maar het is echt super heet. Mijn arm is half verbrand. Het is een hele duidelijke reden waarom de camera niet in mijn gezicht gericht staat en dat is puur omdat ik niet jou te pakken heb. Yes, top. Oké, nee, ik weet niet of je dit wil, maar ik zeg het gewoon. Ik zeg letterlijk, kan je iets voor me doen? Ik zeg zo, licht eraan. Iets lekkers voor me halen. Ik zeg zo, sorry, ik ben aan het koken. En hij stuurt dan gewoon zijn wishlist door. Ik zeg, nee, look at me. Ja, dame heeft geen haast. Ja, doei. Het is dat hij zelf nu niet uit huis kan. Maar, ja. Oh ja, dat is graag gebeurd. Ik kijk het aan niet op de klok. Ik kijk gewoon wanneer die kapotte kaas zijn en dan zag het wel. Oké, die hangbouwtjes zijn bezig, maar ik ga wel op wat vlees gebruiken. Want ik moet natuurlijk gebruikt worden en even samen gevoegd worden. En dan kan ik dit toevoegen
En dan heb je het zo. Dus dat is nog prima. Die even op de achterdeur, want dan gaat het ietsje weer naar af. En worden ze niet verbrand. Gaat het niet verbrand. Dat is dus anderhalf potje of zo. Ik doe gewoon twee, dan is het de tweede potje op. Zorg wel dat je met lage temperatuur hebt staan als je dit doet. Dat is wel handig. En ik doe gewoon twee, want waarschijnlijk één keer met rijst of zo vanavond, dus dat komt dan niet. Ik vond het trouwens dat je je hand eigenlijk over die pan hebt op die spetten natuurlijk. Dus je krijgt denk ik dat steeds je hand aan. Niet handig. En dan mag je het op smaak brengen met waterpoeder, oregano en zout. Kijk. Nee, dit werkt dus niet. Ik snap deze hek niet. Dit werkt dus nergens. En dit moet dan een beetje in de kook, dus ja. Ik heb altijd gemerkt dat dit al langer duurt dan 3 kwartier met voorbereiding en alles erbij. Dus ik vind het 3 kwartier niet helemaal kloppen. Maar het resultaat is wel fantastisch. Dus je moet er wel gewoon even een uurtje voor trekken, ongeveer een uurtje tot een uur en een kwartier. Dit staat trouwens niet recept, want ik voel er nog aan, maar ik heb gemerkt dat het wel lekker is, dus dat doe ik wel. En het geeft wat geur aan je saus, dat ook wel, zeg maar buitenboten. Je ziet het zo ook, ik kom bijna niet op camera, omdat het gewoon bijna hetzelfde kleur is.
blijf je zelfs niet meer koken. Dus dan is je eigen koken zo goed als klaar. En dan kunnen de balletjes eruit. Zorg wel dat je het vet van de balletjes er niet bij krijgt. Dat krijg je natuurlijk. Dat is niet lekker. Zorg trouwens wel voor een pan die dus groot genoeg is waar dus ook alles bij samen voor kan worden. Anders heb je het probleem dat je dadelijk de pan extra moet gebruiken en te veel afwas hebt. Dat is ook niet fijn. Dan schep je de balletjes nu open, zodat alles een beetje onder het balletje zit. Zodat alle saus een beetje onder de balletjes hier zit. En dan is het eigenlijk gewoon klaar. En dan ben je klaar. Ah. Oh, mijn dikke zier. Dat was maar. Ik word gewoon uitgelegd met onze man. Fijn. Maar ja, dit was het gerecht. En ziet dit er, zo ziet het eruit. Buiten de hele troep die we dus gemaakt hebben. En mijn koffie, die bijna koud is. Is dit dus hoe het eruit ziet uiteindelijk. Ik zal even van huis uitzetten. Maar ja, het ziet er iets minder smakelijk uit in de pan. Het bord ziet er wel lekker uit. Zo ziet het natuurlijk ook veel lekkerder uit trouwens dan in een pan. Dat is de overige saus. Maar dit is hoe het er nu uitziet. Ik heb dit natuurlijk gemaakt nu. Ik heb dit natuurlijk nu gemaakt omdat het vanavond anders veel te veel tijd kost. Dus dit gaat dadelijk, komt dadelijk een laag aluminiumfolie overheen. En dan gaat het in de koelkast en dan kan het vanavond opgewarmd worden. Misschien dat mama en ik er nog wel van snacken. Maar zo ziet het er natuurlijk veel lekkerder uit dan hoe het net in de pan opgediend werd. Dus die saus die gaat er wel overheen nu. Maar ik wilde jullie wel even nog dit shot geven. Dus wil je een nieuw gerecht, dan is dit zeker een leuk gerecht om te doen. Het kost helemaal niet zo heel veel tijd eigenlijk. Heel eerlijk gezegd, want je bent gewoon bezig en voor je het weer ben je alweer klaar. En het is gewoon super lekker. Love it. Dus probeer het zeker thuis. Ik zou het zeker doen. En tuurlijk, het is homemade. En de foto's die op de site staan, zien er altijd ietsje lekkerder uit dan het in werkelijkheid zijn. Dus ga niet van de site uit. Tuurlijk, als je er peterselie overheen doet, dan ziet het er natuurlijk ietsje lekkerder uit. En als je het op, een bord gooit, dan is het natuurlijk ook veel lekkerder. Maar het gaat om de smaak, het gaat niet om de uiterlijk. Ja, ik heb hier net geknoeid en ook hier op de vloer, zoals je misschien wel ziet. Maar dat ga ik zo opruimen. Doe wel zwarte kleren aan, want het wordt één grote piepende. Dat wel. Dus doe het ook niet met kinderen, want alles zit hieronder. Ik heb zelfs boter laten vallen, dus het is super romp. Maar dit ga ik even opruimen. Zoals je misschien ziet ben ik het centrum. Ging ik even met name gevraagd of ik nog heel even boodschappen voor hem wil doen. En voor de zin natuurlijk. Dus ik ga even boodschappen doen voor hun. Kom ik ook nog eens even buiten. Ik heb me niet omgekeut. Ik ben gewoon letterlijk in mijn thuis koffie naar buiten gegaan. Het boeit me ook allemaal niet. Mijn broek is echt ook 3 keer te groot. Qua breedte. Hij blijft wel op mijn broek hangen deze keer. Maar ja, ik ga het zo meteen zien wat ik bedoel. Maar ik ga even boodschappen doen. Dit is wat ik probeer te zeggen, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus 3 keer zo groot. Ik ben net weer naar boven gegaan. Het is nog licht, maak je niet druk. Je kan het waarschijnlijk hier nog zien. Maar het is nog licht, maar ik ben wel vast naar boven gegaan. Het is namelijk 9:30 of zo, volgens mij. Ik zal het heel even checken. 8:15. Ik ga nu nog heel even video's editen. En dit had ik eigenlijk vanmorgen moeten doen. Maar ik ga nu nog heel veel video's editen. En dan ben ik in ieder geval voor 10:00 waarschijnlijk klaar, als het goed is. Zodat ik om 10:00 gewoon in bed kan gaan slapen. Ik heb namelijk gemerkt dat ik er 's ochtends gewoon... Ik kan wel wakker worden om 6:00. En dat gaat op zich ook wel goed als mijn wekker gaat. Maar dan denk ik vaak, maar ik ben vroeg wel even liggen, want het is gewoon moe. Want ik ben gewoon moe. En de eerste oorzaak is natuurlijk gewoon op tijd naar bed gaan 's avonds. En dat is niet heel goed gelukt de afgelopen tijd. Dus ik ga nu gewoon eerst focussen op 's avonds op tijd naar bed gaan. Want dan kan ik 's ochtends ook eerder uit. Sowieso moet ik er morgen op tijd uit. Want als mama moet morgen naar de huisarts. En dat kan ze natuurlijk niet alleen. Ik moet met haar mee. Of ik ga met haar mee. Ik moet niks. Ik ga met haar mee. En we moeten daar om 9:00 al zijn. Dus we moeten sowieso morgen sowieso op tijd opstaan. Dus ik ga nu heel even editen. En dan
is dat tenminste klaar. Ik ga twee video's editen, zodat ik in ieder geval de video van... Oh, dat is mijn middelvinger. Oeps. Ik ga in ieder geval twee video's editen, zodat er één sowieso morgen vroeg meteen online komt. Zodat ik morgen weer vooruit kan werken. En dan kan ik morgen vroeg, als ik om 6 uur opsta. Want ik ga morgen om 6 uur opstaan. Klaar. Ik spreek het nu af. Gewoon done. Ik ga het doen. Kan ik ook gewoon verder werken. En dan hoef ik me daar ook niet druk over te maken. Dus, ik ga nu editen. Ik ben net klaar met editen. Ik heb twee video's geëdit. Alle twee online gezet. Of ja, eentje ingepland, eentje alvast online. Dus ik ben wel op het punt gekomen dat ik gewoon echt nu wel ga slapen. Ik ben wel zover bij voor vandaag. Dus ik heb geen moeddingen meer die eigenlijk af hadden moeten. Dan had ik er ook eerder aan moeten beginnen eigenlijk. Maar ja, ik hoop dat je ondertussen me wel al een beetje kent. Ik stel altijd alles uit tot in de nacht. Avond/nacht, want dan ben ik het productiefst. Moet ik niet doen. Want zeker nu met mijn nieuwe ritme gaat er fout. Het is namelijk nu ook al weer 10 uur. En ik wilde gewoon 10 uur al slapen. Dus ik heb net geëdit. Ik heb dus één video ingepland. Één video online. Ik heb tussendoor ook nog YouTube video's gekeken hoor. Dat je dat heel even wel weet. Maar dan moet je wachten tot er video's of geëxporteerd zijn. Of geïmporteerd zijn. Of gecontroleerd. En hersteld zijn naar een ander, naar HD. Allemaal insights van YouTube. Maar zover ben ik dus nu klaar. Ik ga nu lekker slapen. Ik hoop dat je mijn vlog van vandaag. Dan druk heel veel op het blauwe duimpje omhoog. Druk heel veel op de rode knop om te abonneren. En druk heel veel op het belletje om altijd geïnformeerd te worden als ik een video upload. En dan hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Hieronder staat trouwens nu even mijn Instagram account. Mocht je het leuk vinden, kan je me daarop volgen.